Duizenden mensen zeggen Epke Sonderland juist er onkomen in het centrum van de Lemmer. Sonderland had een drukke week met huldigingen achter de rug en gaat over een paar dagen op vakantie naar Thailand. Na je week op vakantie, wat is het moment waar je dan over omdenkt op het strand in Thailand? Ja, nou, heel veel momenten. Dus sinds de wedstrijd is elke dag heel, wat gebeurt, wat me bij zou bloeien, denk ik. Maar ja, het meest speciale moment is toch die oudsprong. Dat moment is als een goede prestatie in leven. Dus, ja. Net alleen de turner zelf, maar heel Nederland weer uit te schroeven over die oorsprong. Ek NOS-commentator Hans van Zetten gie uit zijn dak. Ik weet dat Vlado Veljanoski, de verslaggever die altijd met mij samenwerkt van de NOS, dat die even aan mijn jasje trok, want die dacht van straks krijgt hij wat aan zijn hart. He? Nou, dat was niet waar, dat was een en al passie en het moest er eventjes uit op dat moment. Want ja, dit hebben we nog nooit meegemaakt in ons land en we hadden er hooguit van kunnen dromen, maar nu is het gewoon echt werkelijkheid geworden. U bent al heel lang commentator. Was dit het mooiste uit uw carrière? Het antwoord ligt voor de hand. Het mooiste? Dit was super. Epke Sonderland is ridder in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van het Jereveen en nu ook in het bezit van de erepenning van Leemsterloon. Deze erepenning is van zilver. Maar het is een waardevol teken van waardering. En ik hoop dat je hem eerder plaats geeft tussen al je onderscheidingen die je ondertussen al hebt gekregen. Epke Sonderland is wichtig voor het turnen in Nederland. In het hele land melden haar jongens en famkes bij sportverenigings. Epke die heeft nu de top van de Olympus bereikt. En als je nu zegt je bent turner, dan eigenlijk staat dat bijna equivalent met je bent held. Ik op de Lemmer ben het tientallen potentiële helden met allegaar dezelfde dream. Ik denk wel dat ik later net als Epke word. Lucas is deze week zoon hier geworden en had nog een heel leven voor hem om te trainen. En waar weet, stiet hij uit 20 jaar op een podium op een Lemmer. Lucas zijn voorbeeld. En ik heb zoveel energie hiervan, van al die mensen die hier staan. En ik wil je ook van harte bedanken voor jullie komst en voor jullie enthousiasme. Dankjewel.